De opstelling van Ajax, toch wel een verrassing in de spits. Want daar staat vandaag aan de aftrap Wout Weghorst. Schitterende veld in de Adelaarshorst. Biljartlaken, hey, daar is Hato weg. En kan Adekanje zijn snelheid inzetten. Als hij omkijkt, ziet hij dat Edwards het mee is. Wat een beroerde bal van Adekanje. Pas weer opgejaagd door Edwardsen. Oeh, dat is te kort. Hier is Adekanje. Adekanje overzicht houden. Dat is een beetje het probleem in de laatste fase voor Adekanje tot nu toe in deze wedstrijd. Ja, de verontschuldigingen van Pasveer, want hij veroorzaakte de problemen door de bal zo in de voeten te schuiven van Adekanje. Traoré, Rens. Rens hard. Ziedend schot van Divine Rens. Soetalo lost het kundig op. Oh ja, kundig. Dat zat eigenlijk helemaal niet kundig. Dat kost pas weer bijna zijn knieschijf. Weet je, een tamme fase in de Adelaarshorst. Ineens schrikt iedereen op naar die rare terugspelbal van Soetalo. Met de schrik vrij komt. Goed gespeeld. Adekanje. Komt heel Go Ahead in beweging. Del is onderweg. Adekanje naar zijn linkerbeen. Oh, die schiet op tegen Breu, man. Karambeleert hij nog wel voor de voeten van Del. Kan het gunstig vallen, want daar is Adekanje. Maar die raakt hem allesbehalve voortreffelijk. Breu. Antman. Antman daar, de grote kans en wat een redding van Pasveer. Slaat hem uit de goal, dat was de beste kans voor Go Ahead Eagles. 5 minuten onderweg in de tweede helft, Edwardsen dicht bij de openingstreffer. En dan Pasveer, raakte volgens mij helemaal niet. Ik dacht in eerste instantie ook dat hij wegbokste. Nou, nu dan toch maar de dubbele wissel. Klaassen voor Taylor. Taylor was een schim vanavond op het veld in Deventer. Kaplan, afgelost door Wijndal. De eerste minuten voor hem dit seizoen. Dat toch misschien niet verwacht dat ze die nog terug zouden zien in een Ajax-shirt over het Wijndal. Hato werkt zichzelf in de nesten. Stoere drank voor voetbal nu van Go Ahead terugleggen. En dan vergeet Go Ahead uit te halen. Komt het schot alsnog. En kondigde zich dit wel een beetje aan. Oud Ajax ziet Jan Sala met de openingstreffer. Ajax maakt er in de tweede helft een geweldige puinhoop van. Het voetbalt niet en dat doet Go Ahead steeds meer. Edwardsen was er al dichtbij. Jan Sala slaat al toe. Hato werd al niet lekker aangespeeld en maakt het er dan voor zichzelf allemaal niet makkelijker op. Natuurlijk is dit een ziekenhuisbal. Ze ruiken het, ze voelen het, ze proeven het bij Go Ahead en duiken er dan als een troep leeuwen op af. En uiteindelijk Jan Sana met het schot. Dat leidt tot openingstreffer. Guy. Voorzet van Guy. Misschien een automatische reflex, maar Go Ahead wel wat achteruit na dat doelpunt. En hier is de gelijkmaker van Davy Klaassen. Die staat er net in. Scorend vermogen, diepgang. Alles wat eigenlijk ontbrak in de eerste 68 minuten, die levert hij nu. Het is zijn 75ste competitietreffer voor Ajax. In zijn derde periode. De eerste basisplaats voor Weghorst leverde niet op wat hij er wellicht van had gehoopt. Nauwelijks bereikt, nauwelijks balcontact. Brobby voor het laatste gedeelte van dit duel. Voorzet richting Nauber. En dan de appel voor Hens. Corner, zegt de Nachtegaal. Het is niet de bedoeling, dat zal allemaal op de scheidsrechter afstormen, want dat mag niet meer. En degene die dat iets te nadrukkelijk doet, krijgt dan ook geel. Nauber. Maar dat ze hier massaal appelleren, dus valt wel te begrijpen. Maar hij wordt naar de kant gehaald, Nachtegaal, om toch zelf eens te gaan kijken wat hij er nou van vindt. Of is het gewoon een gele kaart uitdelen? Ja, dat laatste
Gele kaart uitgedeeld. Rens, er komen zo 5 minuten extra tijd bij. Rens. Robbie, vindt Jim. En Rasmussen. Dat houdt een beetje in het midden tussen de voorzitter en de doelpoging. Dus de hoekschop. De tweede paal teruggekopt. Bobby van de lijn gehaald. En daarna de doelman. Nauber staat er met die brede borstkas de bal tegen te houden. Dan had hij nog zomaar kunnen vallen voor Ajax. Het zijn de laatste handelingen geweest van een kwaliteitsarme wedstrijd. En dat kan vooral Ajax zich natuurlijk aanrekenen. Na die 5-0 tegen Fortuna kwam er geen daverend vervolg in de Adelaarshorst. En bij Go Ahead vieren ze dat punt. Wat echt voorkomen verdiend is. Misschien wel als een zegen.